karakter of een unit van een drol? Ja, het zijn grote jongens, turquoises. Hoppa. Ja, kijk eens, ik hoopte eigenlijk dat onze Willem Henk hier zo het intro ging doen. Maar ja, jammer, jammer. Hij heeft er geen zin in. Nee, ja, eten is belangrijker. Hij voelt hem niet. Nee. Dus ja, sorry voor deze kut intro voor deze aflevering. Het is oké, er zijn nog 4 andere intro's. Misschien bevallen die wel. Ja. En zo niet, ja, dan kan je hier bij deze totwazen gaan zitten en ook gewoon lekker gaan vreten ofzo. Wij vinden het prima. Oh. Dit is een landmassa die verschuift, jongens. Ongelooflijk. Jullie zien het niet goed op beeld vanwege de perspectief. Maar dit beest is gewoon rustig 30 tonnen. 30 tonnen 16 wieler. Begint te beseffen. Begint te beseffen. Het grasveld waar jullie nu ook zien. Grasveld moet ik eigenlijk zeggen. Wat jullie nu zien waar deze beesten in liggen. Dat is eigenlijk ook gewoon bos van heel ver af gezien. Zo groot zijn die beesten gewoon. Ze denken, wat daar staat, dat is gewoon een graspriet. Nee, dat is gewoon een volledig volgroeide boom. En dat beest, dat sleurt zichzelf gewoon rond over de bos heen. Dat vind ik gewoon heel kan. Dat is waarom ze hier ook vast zitten. Dat is ter bescherming van de oerbos hier. Het zou helemaal kaal gevreten worden als die beesten niet vast zouden zetten. Wat je altijd op reclames hoort van WNF, we moeten het oerwoud moeten we beschermen, dat is heel belangrijk tegen stroopers en stroopkappers, weet ik hoe je de mensen noemt. Stroopkappers? Nee, ja. Nee, we moeten ze beschermen tegen deze henkbeesten. Ja, en de eigenlijk ook gewoon, is dit de oplossing voor van die bosbranden, gewoon dit beest eroverheen laten gaan. Maar dat is gewoon te riskant. Veel te riskant. Beest vreet een heel land op. Kan je niet maken. Maar het is wel de oplossing. Daarom vraag ik jullie allemaal nu te doneren op www.wwf.apartefilm.doneernu.robhoutvanunterbergs.com.uk. Ik moet filmen. Ik heb een probleem. Ik wil dat niet op YouTube hebben. Dag drinker. Dag drinker. Dag drinker. Hij drinkt dagen, hele dagen, noem hele weken. Dag. Noem een dag. Noem een dag. Hij drinkt hem weg. Hey, hebben jullie die tortoisekeutel al gezien? Ja. Daar hebben jullie het al over gehad? Nee, dat niet. Oh, dat niet. Maar ik wil het er nog wel even over. Oké, komt in een volgend shot. Dat volgende shot, dat bestaat niet. welkom bij aparte film special Blijdorp Gevangenisdorp. Woe, blij dat je er bent, Atom Wata. Die schildpadden komen nog wel terug, geen zorgen. Maar nu eerst dit. Ja Rob, wat hebben we hier? Ja, dit is de wedstrijd voor Chinese mannen die het doen wie de dikste rochel kan rochelen op een stokje. Dus je ziet het, kijk, dit zijn allemaal Chinese namen. En dit is de inzending van Battus Pilidamas.
hele typische naam voor een Chinees, maar ja, weet je, daar kan die beste man ook niks aan doen. Zijn moeder had een herseninfarct net toen ze de naam moest opgeven. Dus ze zei, nou, hier is het stokje en laat me zien wat je kan. Dus, weet je wel, inhalen. Ik kan het niet zo goed, maar ik kan er wel goed over vertellen. En, hup, aan het stokje en hij moet blijven hangen. Dat is het, anders dan doet hij niet mee. En, nou ja, weet je, hij is blijven hangen. Nou, je ziet het, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en toen was het echt op, weet je wel. En toen was het echt op. Dus nou, dit is zijn inzending. En hier zie je dat is, nou, die had niet zoveel, kijk, zie je, die had er maar twee. En hier, deze is soort van helemaal leeggelopen. Ja, het is echt zonde, weet je. Hij had heel veel in zijn mars, hè, want vorig jaar heeft hij gewonnen. Maar ja, ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar er zat niet zoveel in de snotkoker, zullen we maar zeggen. Zoals wij in het vak zeggen, om even in het vakje grond te blijven. Nou, dan hebben we Hamadryas Lamadoumeliaan, Pipo. En ook maar twee, maar wel twee serieuze units. Kijk, hij wist ook gewoon, hij denkt, ik doe eentje, poah, goed gelukt. Eigenlijk kan ik nu stoppen, maar voor de vorm doe ik er even twee. Weet je, wie weet zit er nog wat beters in. Nou, bijna gelijk, hè? Echt bizar. Gewoon pats, huppatee. Ja, echt mooi. En hier zie je Battyboy Polydamas. Nou, die had echt, ik weet niet wat hij gegeten heeft, maar... beetje bloed. Nou, dit was werd een beetje zwart. Je vraagt je af wat daar gebeurt. Maar nee, vol goede moed. En laatst werd hij weer groen. Toen dacht hij, oh, het zit toch wel goed met mijn gezondheid. Klaar. Nou ja, en zo zie je me. Maar ja, ik vind het leuk geprobeerd. Om gewoon een beetje, ik doe het even 20 keer. Dan ben ik vast af. Nee, deze vent, die gaat winnen. Dat is mijn voorspelling, jongens. Ik weet wat ik zeg. En ik weet waar ik mijn geld wel op in ga zetten. En ik weet wat jullie gaan doen, kijkers. Love you. En love Hamadryas Lamadoumeliaan, Pipo. Yes, Rob, fucking goed verteld. Ondanks alle afleidingen. En je zag al dat er van allerlei vlinders naar ons hoofd vlogen en rond ons. Maar eerder liepen we al langs een man die intens, een Egyptisch uitziende man, die intens hard, heftig die info van die vlinders was aan het lezen. Echt helemaal gefocust daarop. En die kwam vervolgens ook nog eens bij dit verhaal staan. En die ging helemaal intens lopen luisteren. En toen dacht hij, dit gaat nergens over. En toen liep hij weer weg. En dan hebben we hier een mooie, prachtig shot van de knar van Erik. En hij heeft nog even wat extra info bij... die enorme schildpadden. Ik tel die vijf schildpadden. Maar wat eigenlijk. Wat je eigenlijk niet ziet, is. Er was ooit een zesde, maar die heeft gewoon zo lang stilgelegen dat die is veranderd in een. Stenen pompoen. Wat vond dan natuur dat dat moest? Yes, en zeer wazig, onder andere ook. Poëet schreef ooit Nature is a whore. En daar ben ik het wel mee eens. Was Kurt Cobain trouwens. Ja. Pompoenen, ik vind zeehonden. Hier een verhaaltje van Kai. Niet erop, vergis je niet. Kai. Zijn dit zeehonden of zeerobben? Haha, en ik heet ook Rob. Nou, dit zijn dus zeehonden. Maar ja, kijk, hieronder zit er dus ook eentje. Kijk, en nee, dit was eigenlijk Kai's verhaal. Sorry. Zoals jullie daar zagen, een echte Rob. En zoals jullie hier zien, een echte zijn zeehonden. Zeehond. Niet vergissen. Dan zou je dus inderdaad denken van, zeehond en een Rob, wat is nou het verschil? Zeehonden hebben een iets wat bruine vacht, zeker wanneer ze ouder zijn. Rob daarentegen heeft een rode vacht. Heel goed te herkennen. Dat terzijde, interessant feitje over zeehonden. Zij leven voornamelijk op hun blubber. Zeker wanneer zij rondom het Arctische gebied bewegen. Daar is het ontzettend koud, weinig voedsel te vinden. Al het voedsel wat ze eten slaan ze op in hun blubber. Daar leven ze van. Nog interessanter. Precies dat. Vergis je niet, dat was niet Rob in de achtergrond. Dat was niet Rob. Nee, wat hier gebeurt is deze zeehond wordt onjuist bejegend door bezoekers. Zij bejegenen de zeehond. Zij zeggen, jij zeehond, ik bejegen jou. Stout wordt hier bejegend. Onjuist.
Waarom is het onjuist? Zeehonden zijn ontzettend harde bontverkopers. Een jong zeehondje wordt geboren met ontzettend veel bont. Gaan we even kijken. Dat is een schoen, geen zeehond. Waar? Mind you. Het is gewoon een schoen. Oh, iemand heeft toch zijn schoen. Maar als u even terugdenkt aan de beelden die we net hebben gezien van de zeehonden. Zij hebben geen bont meer. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat deze zeehonden bonthandelaren zijn. En dan denk je van, bonthandelaar, dat zijn de Canadezen met honkbalknuppels die zeehonden in elkaar slaan voor bont. Nee, dat zijn zeehonden verkleed als Canadezen die de zeehonden in elkaar slaan en hun bont eraf vullen en vervolgens verkopen. En mensen die worden daar dan best boos om en zeggen, ik onjuist bejegen jou. Wat gebeurt er nu? Ik bejegen jou onjuist. Precies, want ze zeggen, dat bont, dat mag niet, nog, maar het is een eigen bont. Ik ook mag mijn haar doneren. Waarom zij niet? Niemand die het wil hebben. Maar... Niemand die het wil hebben, nee, dat weten we. Mijn kapsel is belangrijk, het is kritiek voor aparte film. Maar het is heel simpel, deze zeehonden mogen dat wel. Bent u daarop tegen? Dat mag, dat kan. Dan zou ik u vragen om te doneren aan de volgende stichting. De stichting Daan Blom voor Kinderen tegen Zeehonden. Doneer nu. Bejegen ze onjuist. Doe het maar. Gooi eventueel schoenen. Eventueel schoenen. Eventueel. Mag. Ja, mensen, via de vele routes van Blijdorp kwamen wij via een ander aanzicht weer die schoen tegen. Alleen jammer genoeg had Rob niet zoveel te vertellen, maar ik ga het ons nog laten zien. Het is een wilde schoen, dus zelfs aan deze. Ja. Toch wel, verzorgers opgegeten. Hallo. Je kent helemaal niks, man. Nee. Ja, een wilde schoen. Ja, ja, die vrouw daar heeft de foto. Dat was best wel lekker. Ja, dat was prima. Nou, voor een vrouw. Ja, nee. Ik wou zeggen, ik ben meer van de mannen eigenlijk. Maar ja, oké. Zij was op zich wel oké. Ja, oké. En via een ander aanzicht heb ik gelukkig wel iemand die er wat over kan vertellen. Goed. Je hebt die zeehonden. En het leuke aan een zeehonden is dat net als gewoon honden kan je zeehonden allemaal trucjes leren. En het enige verschil dat je daarbij gebruik van maakt is dat je er een zee voor moet leggen. Dus voor zee, dan gooi je een zeestok en dan zeg je zeeapport, zeelig, zeezit, zeekom. Zeedood. Zeedood. En dat doen ze dan gewoon. Zierikzee. Ik weet niet wat ze dan doen, maar ze doen het. Ja, dat zie ik eens. Ja, duidelijk. Maar dan wat. Hey mensen. Hey, kijk dit ding. Het heeft zelfs een lichtje in de microfoon. Wat kan de liefde toch mooi zijn, hè? Mijn vriendin heeft zo'n voor me gekocht. Ah. Kijk deze units. Dat zijn die schildpadden weer. Die ene was al bij het eten en die andere krijgen helemaal honger en moet helemaal daarheen, want hun straf is het gewicht. Die beesten horen eigenlijk gewoon naakt te zijn. Hun straf is ook het gewicht dragen van het schild en dat hebben ze natuurlijk extra zwaar gemaakt. Dus nu duurt het helemaal eeuwen voordat die beesten überhaupt bij dat voedsel zijn, maar eentje was er al. Dus spannende zaken. Dat komt omdat ze hele slechte dingen hebben gedaan in de Koude Oorlog. Want die beesten worden oud en naakt. En vandaar. Wat krijgen we nu eigenlijk? Ik heb geen idee. Succes ermee. Hey Rob, dit kan jij hebben? Ja, sowieso. Deze pak ik gewoon. Hij is te klein. Hoe groot is die? Geen 2 meter. Smietje. En wel een hoger hek. Alsof hij wel hoger kan springen. Alsof hij wel hoger kan springen, weet je. En een kaal kontje. Oh. En een stokje is hem. Dat is cool met voedsel. Om een goede kale as. Ja, dat zie ik gelijk. Je weet wat ze zeggen over een ander leven. Je weet wat ze zeggen over kale kontjes. Waarom zit hij hier? Wat heeft kale voetruggen. Wat heeft hij gedaan? Ja, deze vogel is eruit gekikt omdat zijn broers en zussen, die worden allemaal 2,10 meter. Die doen nek en zo. Hey mensen, even supersnelle flashbacks naar vorige aflevering. We hadden helemaal beef met een fucking vogel van meer dan 2 meter. Was fucking goed. Ga kijken als je die niet hebt gezien. Terug naar deze vogel.
En hij weigert. Hij zegt, nee, ik doe een stokje in mijn mond. Ik ga een beetje rondlopen met een kale as. Ja, dat is gek natuurlijk. Ik bedoel, welke vogel doet dat nou? Denk je over het algemeen dus allemaal dit. Ja, nou weet je, dan pleurde je wel gewoon in een kooi. En je kijkt maar even wat je doet. Ja, je kijkt maar even wat je doet. Dat is natuurlijk gewoon een hypothetische, dat is natuurlijk gewoon een stomme vraag. Want uiteindelijk gaat hij gewoon stokjes eten en een kale asser hebben. Ja, dat is gewoon wat die vogel doet. Ja, dat is niet goed over nagedacht over Blijdorp gevangenis. Dat natuurlijk zelf ook wel weten. Dachten zij, oh, dan zetten we er wel wat lama's bij of zo. Ja, dat helpt natuurlijk ook niks, Blijdorp. Get your shit together. Ja, liever twee vogels in je hand dan 10 in Rob zijn achtertuin. Ja, je weet wat ze zeggen. Liever één vogel met een kaal assertje dan een vogel met een kaal assertje en twee lama's erbij. Ja, wat is het verschil tussen een dood vogeltje en een kale asser? Ja, ik zou het niet zo snel kunnen bedenken. Maar wat ik wel kan bedenken is dat ik de uitdaging om een staartveer te pakken, zeg maar. Die durf ik toch. Ik ga het nog steeds niet doen. Dat is zielig. Maar ik ga de uitdaging wel sneller aan. Hoe lang moet hij? Hoe lang moet hij? Hoe lang zelfstraf heeft hij? Hij heeft nog maar 2 maanden. Hij is bijna klaar. Oh, okay. Dan komt hij voor je. Dan komt hij voor jullie, kijkers. Dus slaap maar met één oog open als ik jullie was. Dat zou ik zeker doen. En het is de Sandman. En Erik, ja? Dat werden lama's genoemd. Maar dat zijn geen lama's, toch? Nee. Dat zijn Kakuta Anipoteus. Ja. Dit is die man. Ja, die was dat weer te luisteren naar wat ik had te vertellen. Hij wil gewoon live aparte film. Ja, hij denkt, oh shit, ik zie een aparte filmcrew in the wild. Weet moet je wel even vertellen wat er nou net gebeurde, want we weten de kijkers niet. Jij was vertellen... Ik was aan het vertellen over de Chinese roggelwedstrijd. En er kwam ineens een intens kijkende Egyptische man naast ons staan. En die dacht dat ik dus hier in het park werkte, denk ik. Maar hij was gewoon in de war omdat ik een brilletje op had. Hey Volker. Hey. Ja, maar een beetje vroeg begreep ik. Heb jullie toch niet wakker gebeld, hè? Flabbergast dit. Ja, toch? Gewoon telefoon gaat opnemen, middenscène opnemen. Gewoon telefoongesprek gaan houden. Zoveel respect heeft hij voor jullie kijkers. Zie je toch dat hij een beetje ziel mist? Of gewoon heel veel ziel? In ieder geval voor jullie. Voor mij maakt het niet uit. Mij boeit het niet. Maar dan zal hij toch wel iets, een privéleven hebben of zo. Of misschien werk hebben naast aparte film, waar hij niet wel voor betaald wordt. Nou kan je zeggen, ah, Mick, maar dan kan je toch gewoon opnieuw filmen en dan gewoon niet dit laten zien. Nee, zo werkt aparte film niet. Minder over nadenken, meer mijn tijd gebruiken om gewoon dingen te filmen. Dat is awesome. Maar ja, alsnog, flabbergasted. Hè? Ik zou vooral zeggen, moet ik het afmaken, denk je? Is dat handig? Ja, vertel maar wat er eigenlijk gebeurd was. Ja, inderdaad, basically, dus je hebt die guy, die kwam heel intens Egyptisch man kijken toen Rob aan het vertellen was over Chinese roggelwedstrijden. En ik was van, meen je dat nou? Die dacht van, hij werkt bij de dierentuin, heeft een bril en zo. Zou kunnen. Dus, oké. En dan gaan we hier staan, gaat hij dat verhaal vertellen over deze vogel, over deze biped. En komt diezelfde man komt ook rustig weer bij staan. Ik ging kijken van, heel intens weer, heel intens kijken. Ja, ik denk inderdaad dat hij gewoon super boeiend vindt wat wij allemaal doen. Ik moedig hem ook aan om een handtekening te vragen of een fotootje of zo. Dus wanneer u dit ziet, want ik denk dat u kijker bent, want anders dan snap ik echt niet waarom je hierbij gaat staan om te luisteren. Of omdat je echt denkt dat Rob een dierentuin-expert is. Ja, kan. Ik zou het ook wel snappen. Of het is één van onze 40 ongeveer, zet ik nou op, 40 viewers? Ja, het kan één van de 40 viewers zijn. Bent u één van deze 40 viewers die ons in de dierentuin komt bekijken hoe wij films maken? Write us at www.apartefilmblijdorp.co.uk/apartefilmblijdorp. En hoe komt hij aan die informatie? Wie heeft gelekt? Want dit was een geheime organisatie. Misschien Lennart. Ja. Daarom is Lennart er niet bij. Nee, ja. Hij heeft hem alles gelekt aan de Egyptische pers. Draai je rug niet al te veel met de beest. Ja, ze zoeken altijd beef, die vogels. Dat zagen we eerder ook al. Ik denk eigenlijk dat deze vogels gewoon deze informatie hebben gelegd. Die weten gewoon van tevoren, deze jongens komen hier langs voor een aparte film. Kan wel, die krijgen bezoekersschema's. Ja. Weken van tevoren. Ja. Klopt wel. En die hebben dat gewoon gezien. En die hebben samen met Lennart gewerkt om dat allemaal naar buitenwereld in te sturen. Ah. Ja. Dat is waarom we die Egyptische pers achter onze wielen hebben.
Rob is nog aan het bellen. Oké, en terwijl Rob nog aan het bellen is, gaan we even over naar een interessante vis. En dan is die er weer klaar voor. Ja, oh kut, ik moet dit gaan narraten. Want het geluid, je kan Erik helemaal niet verstaan. Het was zijn verhaal, zijn grap. Ja, deze vis die heeft een negatieve snor, zegt hij. Je ziet dat op zijn kaaggebied, of de plek waar je snor groeit. Ik noem dat een kaaggebied. En ja, het is inwendig, het is naar binnen gelopen. Daar had zijn snor geweest, hij heeft een negatieve snor, mensen. En Rob is klaar met bellen. En wat we net hebben gemist, ik ga pas net filmen wanneer dat geweest is, maar die impala's, of lama's, weet ik het hoe je ze noemt, die hadden helemaal beef, omdat de bewakers die hadden helemaal een slang neergelegd en er komt helemaal water uit. En hun ging maar, wow jongens, met die nekken zo, tegen elkaar kletsen. Vanaf daar hier, host. Het is vechten om wie mag er onder het water staan. Oh, mogen wij dat ook? Terwijl ze er niet onder staan. Ja hoor, klim er maar over. Is goed. Ja, ja tuurlijk. Ik zal even leven uitvechten met de emoes. Ja. Vechten. Milde beef, harde beef. Mob beef. Sporm. Ja, als je je afvraagt wat ik ervan vind, dan zeg ik puik. Het woord puik. Kijk ze, hier staan gewoon chillen, een beetje te spugen tegen elkaar. Puik wil je nog meer? Super puik. Kijk dan. Ja, nee, hij heeft gelijk. Wat ga je vanavond doen? Nou, zullen we op een zanderige vlakte onder een straal water staan en in elkaars gezicht spugen? Gewoon een beetje knokken, een beetje spugen. Ja, jongens. Dit? Beetje nek rossen. Dit is waar vriendschap om gaat. Ja, ja, dit is de shit. Ja, als zij het niet doen, doen wij het wel. Ja, ik wil zeggen. Ja, daar kunnen ze van leren. Ja, zo moet het, jongens. Hey, kijken jullie goed? Hey, tuig. Ja, tuig van de Andesriggel. Dat is wat het is. Tuig van de Andesriggel. Goeie. Zeker goeie. Ja. Nu gaan we snel door naar de mening van Erik. En een kind op de achtergrond die heel erg niet naar de pinguïns wil. Toen zie je hem hier bovenop. Ziet eruit als een vent die zichzelf de naam Zion zou geven. Kijk eens, gewoon uit! Heb je hondje? Mag ik al bij de pinguïns kijken? Nee. Nee? Ja, pinguïns hebben blijkbaar geen grenzen. Ook gewoon kinderen. Het kind is nu al getraumatiseerd. En ze waren gewoon in capture, gewoon achter slot en grendel. Maar toch het feit dat ze die ringen droegen zoals Erik eerder ons verteld heeft. En door de modepolitie zijn opgesloten. Toch dat kind heeft daar enorme traumatische ervaring aan. Je bent nooit veilig in de gevangenis. Ja, ga ik het maar over een zeester hebben of zo. Tering dik glas. Een kogel bevestigd. Mensen stelen graag. Kom hier met AK's. Om deze dieren te stelen. Voor hun eigen genot. Om door te verkopen natuurlijk. Ja, kan niet. Dan zo dik glas. Dus dit zijn aan. Ik slaap soms in die positie. Oh jongens, als echte paling op zeemeel, gorilla's, woetie! In het Latijns, de westelijke laaglandgorilla. Gorilla, gorilla, gorilla. In het Engels, de western lowland gorilla. En zum Deutsch? De westelijke vlaggrandgorilla. Genau. Je weet dat we hier in een laagland zitten, kijk dan, dat is waar. Het is een sticker. Ja. Een sticker van een afvoerpetje. Op het verblijf van een gorilla. Om aan te geven dat gorilla's gewoon troep zijn. Gorilla's zijn niks meer dan afvalwater. Goeie shit. 2D. Je maakt het zo even contact.
Hallo dames en heren en welkom bij weer een nieuwe aflevering van World's Deadliest Prisons Monkey Edition. Deze aflevering gaan we een kijkje nemen in de levensgevaarlijke Blijdorp gevangenis. Waar ze de gevaarlijkste apen opsluiten. En ja, deze apen die zijn niet voor de poes. Dit zijn hele gevaarlijke jongens. De aap die je hier ziet, die zit een levenslange straf uit. Hij heeft al 6 keer gepleit voor goed gedrag, maar ja, hij bleef maar tegen het glas tikken. En ja, je weet het, dat mag niet. Je mag geen oogcontact maken met de mensen. En ja, toch doen hè. Uitdagen, uitsloven. Ja, weet je, dan kan je zeggen, hey, goed gedrag, mag ik er alsjeblieft uit? Ik heb een vrouw, een kind, weet je. Ik wil nog wat toevoegen aan de samenleving. Maar ja, dat gaat voor jou niet op, maat. Als jij continu tegen het glas zit te tikken, moet je bedenken als wij in het dagelijks leven continu tegen het glas zitten te tikken en allemaal oogcontact lopen te maken. Nou, dan wordt deze wereld een grote teringzooi. Dus die kan je wel op je buik schrijven, op je aharige apenbuik. En deze aap hier zo, deze aap die zit vast voor het eten van onrijpe bananen. Ja, dat is bij ons in Nederland, is dat, of überhaupt in de mensenwereld, is dat niet zo'n heel groot probleem. Maar ja, weet je, in de apenwereld is dat gewoon een zware no-go. En het ministerie van Apenjustitie heeft besloten om in samenwerking met de mensen deze aap ook op te sluiten. Want ja, dat is zo'n grove schending van het apenrecht. Dat kan echt niet. Jij moet echt uit de apensamenleving weggehaald worden. Want dat zorgt voor niets dan hommeles. Dus, maar ja goed, zo zie je maar. Er zitten allemaal gevaarlijke apparaten hier zo opgesloten. En het is maar goed dat ze achter dik glas zitten. Want als dit eenmaal vrijkomt, nou, hoed je maar. Oké, als je dit nou leuk of entertaining genoeg hebt gevonden. Nog een keer. Kijk deze drakenboom agave. Asparagace. Agave Atenuata. Subscribe Atenuata. Subscribe Atenuata. Ja, dat is wat er staat. Dus dank kijkers, jullie weten nu wat je moet doen. Subscribe Atenuata. Subscribe. I like it. Yes, like. Like and subscribe. En graag tot de volgende week. Dag.